Waarschuwing, deze reportage bevat schokkende beelden. Nederland heeft een internationale reputatie als een liberaal en tolerant land. Echter, etnisch profileren en politiegeweld zijn onderwerpen die grotendeels genegeerd worden door de politie en politici. Ook de media bericht mondjesmaat over etnisch profileren. Ik richt me tot mijn naast. Dit veranderde in 2012 toen antropoloog Sinan Chankaya een onderzoek publiceerde waarin hij aantoonde hoe preventief politiewerk snel leidt tot etnisch profileren. Ik kan niet langer meer toekijken hoe ze mijn mensen in een hoekje drijven. Het jaar daarna kwamen er een aantal ontwikkelingen samen. Amnesty International publiceerde een onderzoek over etnisch profileren dat breed opgepikt werd. Het voelt niet goed dat ze mij eruit pakken omdat ik Marokkaan ben. Ctrl-Alt-Delete voerde een situatietest uit waarmee voor het eerst in Nederland etnisch profileren in beeld werd gebracht. De situatietest werd gefilmd met camera's verstopt in zonnebrillen. De test wees uit dat de betrokken agenten discrimineerden. Humberto Tan zelf nodigde ze uit bij RTL Late Night. De ombudsman zei in het programma Buitenhof dat het politieke tij in Nederland racistisch is. De stemming in Den Haag is tegen vreemdelingen, is tegen het buitenland. De heer Van der Kamp. Omroep West maakte een televisiedocumentaire waarin oud-agenten aan het woord kwamen die getuigden over geweld en discriminatie tegen Hagenezen met een migrantenachtergrond. Meestal was het zo dat de verdachte alleen maar een grote bek had. Ja, dan kreeg die verdachte vuistslagen op de achterbank van de auto, terwijl hij daar geboeid zat. Ja, en als het dan niet lukte, dan werd de verdachte geschopt voordat hij de cel inging. Vertel een leugen om ons zoet te krijgen, maar het laatste wat ik doe is zwijgen. Om jonge mensen met een migrantenachtergrond een platform te geven om met de politie in gesprek te gaan, organiseert Ctrl-Alt-Delete events door heel Nederland. Kritisch debat wordt afgewisseld met spoken word en muziekoptredens. De politie erkent ook het belangen van deze avonden. Brandy de Vries, strategisch adviseur politie Rotterdam, is blij met de manier waarop het wordt opgepikt. Maar er ligt ook een kans om met elkaar het gesprek te voeren en ook toch wel, vind ik, op korte termijn te kijken van wat moet er echt anders. Zo diep zit bij de mensen hier. Naarmate meer maatschappelijke organisaties zich bezighouden met racisme en iets profileren, besteedt de media meer aandacht hieraan. De politie houdt onnodig vaak minderheden aan. Structurele verdachtmakingen in de buurt WhatsApp van Aalburg. Als we het aan jullie overlaten, komen mijn lichamen boven water. Wat moet er gebeuren voordat je zegt, alle kreten die ze geven zijn terecht. Als je zelf niet eens handelt naar de wet, hoe durf je te vragen om respect? Ctrl-Alt-Delete bracht dit jaar een film uit die kijkers alle goede argumenten tegen etnisch profileren geeft. De film is gemaakt vanuit het perspectief van een Marokkaans-Nederlandse jongen uit Rotterdam. De politie moet zich niet laten leiden door onderbuikgevoelens van de Nederlandse bevolking. Ach, gebeurt dit, denkt u? Ja, natuurlijk gebeurt het. Maar de politie behoort uitsluitend af te gaan op criminele risico. Tot er iemand luistert, wordt de krant steeds luider. De gewelddadige arrestatie van de 14-jarige Obaida Jabala. En de dood van Mitch Henriquez bij zijn arrestatie onderstrepen de noodzaak om iets te doen tegen etnisch profileren en politiegeweld. Zolang jij je verantwoordelijkheid niet neemt en mij op ras profileert en al deze shit negeert, zijn de rollen omgekeerd. Dat zeg ik. Laat ik beginnen om te zeggen dat het heftige beelden zijn. Dat vind ik ook. En ik kan me voorstellen dat het emoties oproept in de wijk en bij de direct betrokkenen. Wij wijzen etnisch profileren af. Met elkaar zeggen dat etnisch profileren niet kan, dat zullen we uitdragen tot het bordje binnen een organisatie waar het niet goed gaat. Die collega's die zullen het moeten weten. Dit is waar Nederland nu staat. De minister van Justitie erkent dat er incidenteel etnisch profileren plaatsvindt. Toch is er nog geen beleid uitgedacht om etnisch profileren te voorkomen en tegen te gaan. Ctrl-Alt-Delete blijft daarom de kritische partner van de politie.